In 1954 kwam Miles voor het eerst in Europa. En hij ontmoette daar Juliette Gréco. En ik heb een soort van historisch overzicht gemaakt van de platen die Miles Davis vlak voor die tijd ontzettende bijdrage geleverd aan de film. En het leuke is ook, hij is, zoals wij nou ook, met elkaar improviseerden. Hij is echt improviserend tot stand gekomen, al spelend voor de beelden.